De voetballers van SV Urk waren vanmiddag in Rijzen te gast bij Excelsior 31. En dat is de hekkensluiter van de derde divisie. De Urkers staan op de ene laatste plaats. De ploeg zou met een overwinning dus hele goede zaken doen. Maar het is de thuisploeg in de rode tenues die goed aan het duel begint. Want Jasper Veldkamp zet zijn ploeg in de 20ste minuut al op een 1-0 voorsprong. En dan moeten de Urkers meteen aan de bak. Dan een diepe bal. Doorgekopt. En dan kan Hesselsnoek doorlopen. En dan wordt hij onderuit gehaald door doelman Amos Wessé. En die krijgt daarvoor de rode kaart van de scheidsrechter. En dan moet Excelsior 31 nog drie kwart wedstrijd spelen met 10 man. Hesselsnoek geblesseerd, maar hij kan voorlopig verder spelen. Kort daarna de hoekschop voor Urk. En dan kan Lucas Tol de bal oppikken. Lucas Tol met de actie. En dan schiet hij de bal prachtig binnen. Vanuit een lastige hoek een schitterende goal. En dan is de achterstand snel weggepoetst. 1 tegen 1. Kort daarna de voorzet van Johannes Schrijver. En prima binnengeknikt door Hesselsnoek. En zo buigen de Urkers binnen een paar minuten de achterstand om naar een 2-1 voorsprong. Urk wil daarna natuurlijk doordrukken. Hier de lange bal op Lucas Tol. En met zijn tweede treffer van de middag zet hij de Urkers op een 3-1 voorsprong. En zo lijkt de wedstrijd eigenlijk al voor de rust beslist. Maar dan vlak voor de pauze dit moment. Lucas Nagel maakt de overtreding op Stef Kaptein. En ook hij krijgt daarvoor de rode kaart. En zo staan beide ploegen dus met 10 man op het veld. Urk krijgt ook met 10 man grote kansen om verder uit te lopen. Pieter Brands is hier heel dichtbij de vierde Urkse treffer. Maar zijn inzet verdwijnt vlak langs de paal. Dan de beelden uit de 73ste minuut. Rikot Neentjes geeft mee aan Jan Ras. En die vindt Klaas Romkes bij de eerste paal. En zo boekt Urk een belangrijke overwinning. De ploeg is met 1-4 te sterk voor Excelsior 31. Ja, nou, zo is voetbal, hè. Vorige week had je een hele goede wedstrijd niks. En vandaag vond ik ons iets minder rommelig, maar wel heel gedreven. En dat moet ook als je tegen een ploeg speelt die ook laag staat. Ja. En nou ja, ik heb gezegd, we moeten naar 17 punten voor de winterstop. En dan zien we na de winterstop wel verder. 1 per wedstrijd. Ja, we hebben er 16, dus we hebben nog 3 of 4 duelletjes. Dus nou, we liggen op schema.